Oké, mensen, ik wil de video beginnen, maar mijn kat zit hier in beeld. Hallo allemaal en welkom bij deze video. Mijn kat wil niet uit beeld gaan, dus je ziet af en toe zijn hoofdje hier zo omhoog. Je bent zo schattig. In ieder geval, ik heb weer een nieuwe goodiebox ontvangen. Voor de mensen die niet weten wat goodiebox is een maand beauty abonnement waarbij je elke maand zo'n box krijgt ter waarde van minimaal 80 euro voor slechts 25 euro in de maand. En je krijgt altijd 5 of meer producten. En het zijn altijd beauty producten. Make-up, skincare, accessoires, het kan van alles zijn. En ik heb weer deze maand de box ontvangen. Als je ook wilt abonneren, een linkje staat beneden in de beschrijving. En als je al bent geabonneerd, dan kunnen we samen unboxen. En het is gewoon maandelijks opzegbaar. Dus als je de box neemt, als je abonneert en je vindt het niks meer, dan is het gewoon makkelijk op te zeggen. Kijk, mijn kat weer hier. Oh, je bent zo lief. En ik doe dus altijd deze box unboxen hier op mijn kanaal. We gaan kijken wat erin zit en wat ik gelijk kan gebruiken, ga ik ook gelijk gebruiken. Dus ik ben weer heel benieuwd. Dus laten we gewoon snel beginnen. Vind je het nieuw al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jongens, ik had net een shoot op locatie. En ik ben dus opgemaakt door een visagist. En ik vind het niet zo mooi. Ik word nooit gewoon opgemaakt als hoe ik het wil. Het enige wat ik heb gedaan is mijn wenkies. Want ik dacht, die moet ik gewoon doen. Want ze gaat hier echt opfokken. Maar voor de rest, ja, het is allemaal zo minimaal. Maar whatever. De wimpers zijn wimper extensions. Ik heb eindelijk mijn wimper extensions. I love them. Maar goed, whatever. Laten we gewoon beginnen. Dit is dan de box van deze maand. Zo'n mooi oranje. En dan als je hem openmaakt, is dit wat erin zit. En we hebben ook weer dit erbij met de QR. Maar elke keer als ik de QR scan, zou ik bij deze box moeten komen. Informatie erover. Maar ik kom heel tijd bij de welkomstbox. En dat is een andere box. Dus ik snap niet wat er steeds misgaat met deze QR dingen. Dus nou heb ik weer geen informatie over de producten. Maar dat maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen. Oké, laten we beginnen met het eerste product. En dat is deze borstel. Van Yummy Hair Care heb ik hier hun haarborstel. Het is echt een prachtige borstel. Helaas, met krullen heeft het geen nut om zoiets te gebruiken. Want ik borstel mijn haar alleen maar als het nat is in de douche met een speciale borstel. Dus deze is voor krullen niet fijn. Maar misschien als je stijl haar hebt wel. Dus iedereen met stijl haar die hem heeft, laat ons weten wat je ervan vindt. Want ik moet zeggen dat ik hem wel mooi uit vind zien. Echter ben ik nooit zo een fan van borstels met zo'n poddeltje zo hierop. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat vind ik altijd niks. Ik vind het wel echt heel mooi. Ook al deze hartjes erop. Dat wel. Maar ik ben nooit zo'n fan van dit soort kammen. Dus hiermee ga ik iemand anders blij maken. Next up is voor de nagels. Van Zarco Beauty heb ik hier een nail en cuticle oil. Oké, dit is dus een olie voor je nagelriemen. Die gebruik ik eigenlijk nooit. Ik heb acryl, zoals je kunt zien, altijd wanneer ik ze laat doen, elke 2 weken, brengt zij altijd wel zo'n olie aan op mijn nagelriemen. En dat is eigenlijk altijd wel gewoon genoeg. Dus ik gebruik dit ook niet. Dus ook hiermee ga ik iemand anders blij maken. Maar ik had het wel gewoon kunnen gebruiken in principe. Next up, iets voor het lichaam. Van James Reed heb ik de Gradual Tan Sleep Mask Tan Body. Oké, dit is dus iets om je lichaam te bruinen volgens mij. Sleep Mask Tan Body. How to apply. Oké, je moet het gewoon aanbrengen op je lichaam. Dan moet je 6 tot 8 uur wachten en het er dan gewoon afwassen. En het is een gradual tan. Dus hoe vaker je hem aanbrengt, hoe donkerder je wordt. Dus het is niet als een mousse die je gewoon aanbrengt en dan heb je gelijk gewoon die kleur. Het wordt steeds donkerder als je het vaker aanbrengt. Hier staat, als je het 2 of 3 keer aanbrengt in een week, dan heb je echt de volledige donkere kleur. Dus als je gewoon een lichte kleur wilt, breng hem dan gewoon 1 keer aan. Dit soort producten zijn iets makkelijk te gebruiken dan een gewone tanning mousse. Omdat ze dus niet zo heftig donker worden in 1 keer. En als je dan het niet goed aanbrengt of vlekken hebt, dan valt het ook niet zo op. Dus als je een beginner bent qua dit, dan is zo'n product echt ideaal. Ik ben geen beginner, ik breng altijd gewoon mousse aan en ik weet ook gewoon hoe ik het goed moet doen. Dus ook voor mij is dit dus niet geschikt, maar ook dit product ga ik iemand anders blij mee maken. Dan het volgende product. Van Style Dry heb ik de Pineapple & Coconut Prep & Prime Polishing Primer. Ik dacht, dit is een gezichtsprimer, maar het is een primer voor je haren. Het is dus een haarproduct. Je moet het aanbrengen in nat of droog haar. Dat maakt niet uit, gewoon een klein beetje. En dan gewoon in je haar aanbrengen en vooral in je haarpunten. En dit laat je haar er gezonder uitzien en meer zacht. Je moet hem als eerste aanbrengen, letterlijk als een primer. Dus eerst dit en dan de rest van je producten. Nou,
Dit is niet echt iets voor mij, want ik gebruik echt alleen maar krullenproducten. Maar nogmaals, als je stijl haar hebt, laat ons weten wat je hiervan vindt. En dan last but not least, van Raw Perfection heb ik de Melting Balm Cleanser. Oké, dit is dus de, denk ik gewoon een gezichtscleanser. Ja, gewoon om je gezichts make-up eraf te halen. Ik hou altijd van een cleansing balm. I love it. Balms zijn altijd zo fijn om je make-up ermee af te halen. Want ze zijn altijd zo lekker vettig en ze laten je huid niet zo droog achter. Dus hier ben ik wel benieuwd naar. En deze ga ik vandaag gebruiken om deze niet zo mooie make-up look er vandaag af te halen. Oké, jongens, ik sta nu in de badkamer, want ik wil deze melting cleanser gaan gebruiken. Deze melting balm cleanser. Ik heb veel haren, dus die moet ik even aan de kant doen. Ik heb echt de meest zachte pyjama aan ever, jongens. Kijk op de broek. Deze is van Shein, hij is echt like 30 euro. Super duur, maar hij is echt zo zacht. I love it. Oké, maar goed. Ik ga even mijn haar naar achter doen. Want anders komt het allemaal in mijn gezicht. Deze is van Boozy Shop, zoals je kunt zien. Ik heb nog niks gedaan met mijn gezicht. Alles zit er gewoon nog op. Dus ik ga even dit aanbrengen. Even zien of het moet op een nat gezicht of gewoon op een droog gezicht. Op droog gezicht, oké. Het mag ook op je nek. Gezicht en nek staat er. Ik let wel een beetje op mijn ogen, want ik heb wimper extensions. Dus daar mag ik niet te veel overheen gaan, anders vallen ze zometeen allemaal uit. Oké, laten we kijken hoe dit werkt. Oeh, het is blauw. Kijk even dit. Het ruikt echt naar helemaal niks. Ik vind het wel apart dat ik het gewoon op een droge huid moet aanbrengen. Normaal moet je het een klein beetje nat maken of zo. Of je gezicht tenminste een beetje nat maken. Het voelt heel warm. En het voelt een beetje wel stroef aan, maar ik weet niet. Je moet het echt gewoon op een droge huid. Oké, je moet het dus eerst gewoon zo droog aanbrengen, staat er. En dan een beetje water erbij. Oké. Ja, dit is meer dan een stuk makkelijker uit. Nou wordt het ook een beetje wittig. En ik begin ook te zien dat mijn make-up er echt wel af begint te smelten. Kunnen jullie het zien? Het ruikt nog steeds naar echt helemaal niks. Ik hou altijd wel van een lekkere geurtje, maar het hoeft niet per se. Het maakt niet per se uit of zo. Oké, nou heb ik het helemaal ingesmeerd. En nu ga ik het eraf halen. Ik gebruik altijd zo'n pad. Ook deze is van Boozy Shop. Ik maak die altijd eerst een beetje nat. En dan ga ik gewoon zo alles eraf halen. Oké, ik heb mijn gezicht ook een beetje nat gemaakt. Als het goed is, is het nu schoon. Maar nu komt de echte test. Want nu ga ik in met een toner. En dan kan ik zien of er nog wat make-up op mijn gezicht zit. Ja of nee. Dus ik doe een beetje toner. Die ik gebruik is biologisch van Avril of zoiets. Dan ga ik gewoon zo over mijn hele gezicht. En dan kunnen we zien of er nog make-up op zit. Ja of nee. Nee, niet echt. Het is er echt goed afgegaan. Kijk. Jee, ik had al wel verwacht dat het echt goed ging zijn, want zo'n soort product is altijd wel fijn. Dus I love it, het is goedgekeurd. En dat was dan het laatste product, jongens. Het is helemaal leeg. Nou, mensen, wat vonden we van de box? Helaas was deze box niet zo geschikt voor mij. Heel veel producten die ik niet echt kan gebruiken. Dit is het enige product wat ik persoonlijk zou gebruiken. Maar ja, ene maand is het gewoon een betere match met mij dan de andere maand. Maar dat maakt niet uit, want ik kan altijd iemand anders blij maken met de producten. Ik ben ook weer heel benieuwd wat vonden jullie van de box. Vond je hem leuk? Vond je hem niet zo leuk? En nogmaals, als je dus wilt abonneren, een linkje staat beneden. In de beschrijving. En de Goodiebox Advent kalender is ook echt amazing. Die heb ik ook unboxed hier op mijn kanaal. Die is ook online te halen. En als je hem wilt halen, ik heb ook een 40 euro kortingscode voor die. En die staat ook beneden in de beschrijving. Nou, zoals altijd hoop ik weer dat jullie hebben genoten van de video. Het was vandaag een snelle video. Maar ja, ik hoop gewoon dat jullie er toch van hebben genoten. Lekker kort en krachtig. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!